Na de verkiezingen begon volgens traditie het Oer-Hollandse gezelschapsspel De Formatie. En Geertie was er als eerste bij. Hij riep, wie doet er mee met een spelletje kwartet? En hij keek olijk de zaal in, maar bij de uitgang was het al dringen. Ikzelf stond al buiten, Frans snelde naar de exit en ook Mirjam en Henry verlieten de zaal. Caroline zat als eerste enthousiast aan tafel en zei, ik speel met Geert. Dylan draalde nog wat en ondanks dat ze haar hand had overspeeld bij de verkiezingen besloot ze toch, ach ja, waarom niet, ik doe ook een potje mee. En Pieter die twijfelde nog het langste, wilde eerst nog even thuis overleggen, maar deed daarna toch mee. En hij mocht het kwartetspel ook zelf beginnen. Geert, mag ik in de categorie rechtsstaat van jou het moskeeverbod? Die heb ik, die geef ik je meteen, zei Geert verheugd. En weet je wat? Ik heb nog zoveel meer kaarten. Je mag ze allemaal hebben, zolang je maar in dit kabinet komt zitten. En wil er nog iemand wat drinken? Want mijn ijskast zit overvol. En voorzitter, zo werd het kwartetkabinet geboren. BBB scoorde een kwartetje voor boeren, PVV voor asiel, NSC voor democratisering en de VVD voor defensie. En er mist nog altijd één belangrijke kaart, namelijk de kaart van premier. En het grote probleem van zo'n kwartetkabinet is dat niemand het geheel in handen krijgt. Onderwijs, gezondheid, klimaat, ze liggen allemaal op de stapel van ongebruikte kaarten. En dat is slecht voor het land. Want 1 op de 3 leerlingen kan niet goed lezen en schrijven. Schoolklassen moeten naar huis worden gestuurd omdat er geen leraar is. En werkgevers staan te springen om goed geschoold personeel. En net nu we weer fors investeren in goede docenten, in het wegwerken van leerachterstanden, in vaste contracten voor wetenschappers, in meer innovatie, voeren PVV, VVD, NSC en BBB de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw door. Een frontale aanval op de toekomst van onze kinderen en op onze economie. En daarom zeg ik, draai deze bezuinigingsblunder terug. Voorzitter, over de zorg wekten de coalitiepartijen hoge verwachtingen. Van de gratis standaards, de terugkeer van verzorgingstehuizen tot het afschaffen van het eigen risico. Maar er ligt nu een akkoord met meer kwakzalverij dan echte geneeskunde. En het gevolg is dat de wachtlijsten zullen oplopen. De kwaliteit van zorg niet beter wordt en mensen uiteindelijk meer gaan betalen. En het allerbelangrijkste is nog wel, we leven met elkaar niet langer en gezonder. Want deze coalitie bezuinigt op preventie, bezuinigt op de GGD's. En Nederlanders verdienen beter. Voorzitter, terwijl de klimaatcrisis ons recht in het gezicht staart, kijkt deze coalitie weg. Droge zomers, overstromingen, een hoge energierekening, mislukte oogsten met duurdere groente en fruit tot gevolg. En dit is dus ook niet het moment om die groene koers nu af te zwakken, maar juist om door te zetten. Dat klimaatfonds, dat gaat niet door de shredder, zoals de heer Wilders altijd stoer riep. Maar toch bezuinigt deze coalitie miljarden op duurzame energie. Werken ze groene koplopers tegen en gaan vervuilende bedrijven niet meer, maar minder betalen. En dat is oneerlijk en onrechtvaardig voor al die mensen die zo hun best doen om te verduurzamen. Het is bovendien ook onnodig. Want vergeet niet, als er één land is dat deze klimaatklus kan klaren, dan zijn wij het. Het land van de deltawerken, het land dat ook kan verdienen aan groene actie. Tot slot, voorzitter. Dit kwartetkabinet is geen spelletje. Het is een instabiel experiment. Met partijen die wilde beloftes doen om Europese migratieafspraken of natuurbeleid onderuit te halen, terwijl ze nu al weten dat dat niet zal gaan lukken. Maar dan kun je wel achteraf makkelijk de schuld geven. De schuld aan Brussel, de schuld aan de rechter als boosdoener van dat die beloftes niet gelukt zijn. En dat is een beetje alsof dat je een zwalbe maakt, daar een rode kaart voor krijgt, maar vervolgens de schuld geeft aan de scheidsrechter. Voorzitter, Nederland verdient beter. En D66 zal daarom de komende tijd stevig oppositie voeren en een alternatief bieden. Want voor ons is duidelijk, Nederland is een prachtig land, een open land, een vrij land. Waar we ons niet terugtrekken achter de dijken, maar onze centen verdienen dankzij samenwerking over de grenzen heen. D66'ers staan voor een land waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dat is het land waar ik aan wil bouwen en dat land laten we niet van ons afpakken. Dank u wel.